President moest ontvangen een brief in zien. Maar dan wil jij ook zandien een brief. Mensen, mevrouw, staat hier zo. Yes. Open brief aan de president van de Republiek Suriname. Excellentie, in contrast met de door u gedane beloftes voor de verkiezingen van 2020, zijn wij genoodzaakt u voor te houden dat wij, het volk van Suriname, onder deze omstandigheden moeilijk verder kunnen. Ons geliefd land is vervallen in een deplorabele economische, maatschappelijke en politieke situatie die ver weg ligt van een herstelstabilisatiefase. De door u beloofde redding heeft ons namelijk niets anders opgeleverd dan opeenvolgende crisis. Nog voordat ons land in een reddeloze situatie wordt gemanoeuvreerd, doen wij een dringend beroep op u om eindelijk na 2,5 jaar regeermacht inhoud te geven aan uw beloftes. Het gaat onder andere concreet, maar niet gelimiteerd om de volgende zaken die u beloofd hebt te zullen doen. Namelijk, terugbrengen van de koers beneden het niveau van 7,52 SRD voor de US dollar. Terugbrengen van de brandstofprijs beneden het niveau van 7,52 SRD per liter. Betaalbaar maken van de eerste levensbehoeften eveneens op basis van een aanvaardbare koers dat ver onder 7,52 SRD loopt. Het stopzetten van, het IMF-programma. Terugdraaien van moordende nutstarieven. Het betaalbaar maken van onderwijs en het garanderen van medische voorzieningen voor alle Surinamers. Het ter beschikking stellen van bouwkavels voor studenten en woningzoekenden. Gratis busvervoer voor alle studenten. Verder vragen wij u dringend de onderstaande misstanden te corrigeren. De onmiddellijke rehabilitatie van de politieinspecteurs, de heren Gentle en Hellings. Het actualiseren van de pensioenen en de AOV van onze ouderlingen. Het respecteren en niet langer uithollen van de rechten van journalisten, de vakbeweging en andere democratische instituten in ons land. Het erkennen van het recht op vrije meningsuiting en de schendingen daarvan te corrigeren en excuses aan te bieden. Stopzetten van alle activiteiten die verband houden met de bouw van de brug over de Quarantijnrivier. De vele maar corruptieriekende zaken eindelijk voor onderzoek door te sturen naar het Openbaar Ministerie, zoals Surfin 1 en 2, HPSG, Diefstal Centrale Bank, affaire, Hakkerin Bank, onfrisse praktijken bij de EBS, kwestie SLM, kwestie Grasalco, Sabaku, gronduitgifte. Dit alles om onnodige spanningen en verdere ontwrichting van onze samenleving te voorkomen. Het volk heeft het al moeilijk genoeg. De ondertekenaars van deze open brief geven u namens het volk van Republiek Suriname tot woensdag 23 november 2022 de tijd om concreet inhoud te geven aan het gevraagde. Wij eindigen met een citaat van het staatshoofd van Republiek Suriname. Put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Uweri en unomang moro. Unde isa nga privi. Tamara na ultimatum. Voor een briefje. Want if a man reageert op een briefje. Dan een hit in de kondres. Ik heb geen tegoro. Baka Tamara. Asan o kuku kekesani op saja in de kondres. Asan ano kuku kekesani op saja kondres. Asan na hit. Ala de hosel manja. Met karukong. Baka woensdag, baka ultimate fabriki, uno ayere next. If a profo, a profo. If a boss, a boss. If a panya, a panya. If a panya, a panya. Uno ayere next. Salaman, mette manadora si kondre situ. Tak uap lobby ku kondre. Tak u ready, ku fek ku kondre. Tak u ready, with the charu ko srato. Une fredewe kompaka. We
kompaka. Asane pori dai pori. Ala des korupsi me karu me rupuha. Pakata mara me rupuha. Pori pori. And des korupsi maksabi. At what he brought his school. He brought his school. Sani, of Bos, of Panya, of Priti. Wat motegi, motegi, dat regering zegt naar les pekje doen. Vrede, hoe die wat briefie en wat open brief. Het is een open brief, een volop schrijf aan briefie. En te nou, no wat reactie. Ja, en if, dat wat dat hij, je schiu lek next. Dadelijk, wie als schiu lek next. Mekaru Tamara, 10 euro. Same price, same time, same place. And our local, so we do Tamara, Nanga desu masakong. Akkoord?